van Gobbel. Van Wonderen. Feyenoord dringt voor het eerst in de wedstrijd echt aan. En Sparta gaat dus ook massaal terug. Van Gobbel. En dat had hem moeten zijn. Dus Van Wonderen stond er ook dichtbij. Maar het is uiteindelijk een Spartaans been. En niet dat van Kroes. Elsinga moet ver komen. Marbus speelt een mannetje uit. Gaat dan gewillig naar het gras. Maar dat is Van Gastel niet aangerekend. Het was overigens Bukari. Die tuimelde. Niet Marbus, maar Bukari. Die Van Gastel dacht te hebben uitgespeeld. Maar de brute kracht van Van Gastel houdt Feyenoord overeind. Daar is dan de 1-0. En die is van Thomasson. De voorzet van Samardžić. Nu haalt Samardžić de achterlijn. Laat de bal terugvallen. Zo op het hoofd van Thomasson. En dat zijn ideale ballen om in te koppen natuurlijk. Komt er. Dat is goed. Hij slaat van onder over om direct van Gobbel aan het werk te zetten. Kalou, Samardžić, Kalou. Goed werk van Samardžić. En dit is knap wat Kalou doet. Maar geen medespeler gevonden. Van Gobbel. Goed opgelost. Van Gastel. Dan verder naar buiten. Want er is nog een mannetje over. Kalou. Tweede paal. Thomasson. Leek de 2-0 op de schoenen. Van Gobbel. Veel beweging voorin. Ook bij Kroes. Maar dan is hij toch het overzicht kwijt. En lost de Marilia dus goed op. Inia. Ja. Oeh, op de weg naar 2-0. Kan ook gevoerd door Gozen. En dan kun je je wel gaan vragen. Wat was dat? Eventueel geel of rood geweest. Maar Bossen vond het niet eens een overtreding. En dat was het toch op zijn minst. Kalou. Eén man kwijt. Twee man kwijt. Ga maar door dan. Die wordt er gevonden. Maar half Thomasson. Bijna Bossen. Bosveld. Vrijgelaten. Oh, wat schudt hij dan van de meer lekker af. Kalou, Kalou. Maar daar hoort dan nog wel een afronding bij. Goeie bal van Van Wonderen. Helemaal vrij daar. Kalou, Kroes. En dan staat daar uiteindelijk Thomasson in de weg. Na het schot van Bosveld. Goeie bal van Gobbel. Kroes. Lopen, lopen, lopen. Kalou. Kroes. Kroes. Oh. Mooie aanval. Met raffinement opgezet door Kroes. Assistentie was er van Kalou. Nog altijd niet gedaan, zoals dat heet, maar nu dan wel. En applaus voor Kroes. Voor zijn inspanning, die niet werd beloond. Thomasson vertrekt. Paas van Pompeman komt. Kroes. Was de bal eigenlijk voor zijn match is bestemd. Gastel. Redding ook van Kooijman. Samardžić was de afzetter. Oh, missertje van Wonderen. Bukari, je bent niet alleen op de wereld. En dat denkt hij kennelijk wel. Had hij zich gerealiseerd dat er meerdere waren. Maar ja, wat praat ik. Daar gaat hij toch in. Nielsen scoort.
Het foutje is van Wonderen. Bukari heeft geen oog voor de mensen om hem heen die er beter voor staan. Dan lijkt het gevaar geweken, maar gaat Van Wonderen nog een keer in de fout. En dan gaat Nielsen zijn kans gewoon zien door de benen van Raza. 1-1. Nielsen. Ilia mee. Marbos mee. Het zou naar Ilia moeten gaan en dan in één keer. En uiteindelijk valt Ilia. Dat is zo'n val die je ziet aankomen. En dan haalt hij de bal ook weer niet. Dubbele pech voor Ilia. Geen veranderingen in de opstellingen. Gozer. Van Gommel die een einde maakt aan het verhaal van Sparta. Koes. Van Gastel. Is goed. Samardzic. Bosveld, Samardzic. Hou uit. Kooijman, half. En de rest heeft gedaan met Elzinga. Venijnig schot van Samardzic. Kalou, als door toeval. Kroes. Goal, Kooijman. Uit een moeilijke hoek toch nog het doel gevonden. Door Kroes. Bosveld, Gastel. Geen kans voor Kroes. Misschien komt er alsnog een kans. Samardzic. Ja, die bal had nog een zetje nodig, maar niemand kon het zetje geven. Prachtige sliding van de verdediger. Bukari. Kotterman. Initiatief bij Feyenoord. Sparta komt er steeds minder uit. Van Gobbel. Van Gobbel, grote passen. En... het zou hem toch gegund zijn. Het is hollen en stilstaan vaak met Van Gobbel, maar vandaag vooral veel hollen. En hij neemt in elk geval initiatief. Van Gobbel. Het niet te klagen over gebrek aan werk. Van Gobbel. En nu iemand vinden. Ja! Nee, nee, nee. Kroes vraagt zich af hoe het kan dat die actie van Gobbel en hemzelf geen treffer oplevert. Van Gobbel. Samardzic. Raza. Kooijman zit mis. En ja. Misschien gaf hij een licht zetje aan Kalou, maar het is overdreven om dan de bal op het schip te willen hebben. Bijna. Samardzic. Ja, maar dan wil hij toch voor de linker. Nee, hij kan het met de rechts ook. Ilia geeft de volgende corner weg. Nummer 13. Bosse krijgt de schuld van het legioen. Weer niet al te vijende bewoordingen, omdat hij de bal net niet op het schip legt. Even door Betsai, maar toch de bal voorgekregen. En dan ook dit niet. Jon Dahl Thomasson. Nielsen. Bukari. Goed gedaan. Goed gedaan. Dudek goed uit zijn doel. En Raza assisteren. Dus de twee Polen houden hier Feyenoord overeind. Jon Dahl! Kotterman. Leek het op Somalia. Zijn weg. Zijkant!
Dan kan nog een aardige counter worden voor Sparta. Bukari. Zij mis mee. Barbe sluit aan. Bukari. Bukari. In de eerste helft had hij ook al geen oog voor zijn medespelers. Nu is hij ook uit op eigen succes. Maar nu vindt hij dat succes. En dan hoor je niemand klagen. Althans, niemand uit West. Feyenoord 1, Sparta.